Intussen heb je al begrepen dat aanpassingen aan jouw code gaan verschijnen op de tijdlijn. Maar de vraag is eigenlijk, welke aanpassingen aan onze code gaan verschijnen op de tijdlijn? En hoe gaat die tijdlijn eruit zien? Want dat heb ik nog niet beantwoord. Wel, laat ons starten van een voorbeeldprojectje. Ik ga hier dus opnieuw een map zetten. Ik zal mijn map opnieuw zo tekenen. Zo. En onze map heeft al een tijdlijn. Ik ga nu niet de verborgen map.get tekenen. Maar als er een tijdlijn is, weet je eigenlijk dat die wel aanwezig is. Dus we hebben al een aantal dingen in onze map gezet. We hebben al een project. En ik heb hier misschien al een aantal files. Nu, het is nogal duidelijk dat ik niet voor elke wijziging aan een bestand een nieuw bolletje op de tijdlijn kan zetten. Stel dat ik één letter erbij tip, moet ik dan een nieuw bolletje op de tijdlijn krijgen? Waarschijnlijk niet. Je zou misschien kunnen denken, elke keer ik een bestand save, dat er dan een bolletje bij komt. Daar valt een punt voor te maken, dat is bijvoorbeeld hoe iets zoals Dropbox wel werkt. Maar het ding is, als wij een project bijhouden, willen wij niet elke aanpassing die we saven, bijhouden op onze tijdlijn. In het ideale geval willen we dat er op onze tijdlijn alleen maar bruikbare versies van de code staan. In de praktijk gaat dat niet altijd zo zijn, maar dat zou wel mooi zijn als we altijd naar een goede versie van de code terugkomen. Dus ook elke keer we saven is niet ideaal. Wanneer dan wel? Daarvoor moeten we begrijpen in welke fase we data op de tijdlijn zetten. De eerste fase, en dat is wanneer we een bestand saven, is nieuwe data komt bij in wat we noemen de working directory. Nu, het is best dat je nadenkt over die verschillende fasen van data in Git als een soort van logboek. Dus ik ga hier nogal een plechtig logboek tekenen. Dus zo'n perkamentrol. Zo, met dan een inktpot erbij. Dus dat is allemaal heel plechtig. Maar we gaan daar niet direct iets op zetten. We gaan daar alleen iets op zetten als we zeker zijn dat het gaat over een wijziging die belangrijk is voor ons project. Als we bijvoorbeeld van versie 1 naar versie 2 springen. Dat gaan we in ons logboek zetten. Wat gebeurt er dan met andere wijzigingen? Dus als we gewoon een file ontstaan. Wel, wijzigingen waarover we niks zeggen aan Git, die gaan op geen enkele manier in dat logboek verschijnen. Dus stel bijvoorbeeld, ik maak een nieuwe file aan. Hier, ik maak een nieuwe file aan. Ik zal hem misschien even in het groen doen, zodat je ziet dat hij nieuw is. Ik maak een nieuwe file. Dan ga je daar niks van zien op de tijdlijn, want dat is gewoon, ja, ik heb niks verteld aan Git over die nieuwe file. Ik heb gewoon dat bestand in mijn map geplaatst. En je gaat daar ook niks van terugzien op het logboek. Als die file... Als ik denk, het toevoegen van die file brengt mij aan een nieuwe versie van de code. Of misschien niet alleen van die file, maar ook een regeltje hier en een regeltje hier om die nieuwe file te gebruiken. En misschien eventueel zelfs een regeltje hier weg en hier een regeltje weg, dat kan ook. Misschien dat het toevoegen van die nieuwe file en het toevoegen van een match code en het verwijderen van een match code, dat dat mij een goede nieuwe versie zou opleveren. Dan denk ik, oké, dit wil ik wel in mijn logboek zetten. Maar dat gaat ook niet rechtstreeks. Ik ga niet zeggen, smijt het allemaal in mijn logboek. Ik ga kunnen kiezen welke stukjes ik toevoeg. Bijvoorbeeld, misschien is dit niet nodig om met die nieuwe file te werken. Dus dat rood en dat groen hier. Maar misschien ben ik al een beetje vooruitgesprongen. En wil ik eigenlijk dat dit rood en dit groen, dus die verwijderde regel, die toegevoegde regel plus die nieuwe file, dat dat de sprong is naar versie 2. Wat ik dan ga doen, is ik ga eerst aangeven, ik ga eerst een potlood op mijn logboek zetten, dat ik deze twee wijzigingen wil. En dan achteraf pas ga ik die wijzigingen definitief op mijn tijdlijn zetten. Dus om potlood aan te geven, zal ik even een andere kleur gebruiken, want ik kan hier nu niet op mijn witbord schrijven met potlood. Ik zal het blauw voor gebruiken. Hier, in mijn logboek, schrijf ik nu file toegevoegd. Ik hoop dat het erop raak. File toegevoegd. Regel weg.
wijzigingen die ik in mijn logboek wil zetten. Maar ik moet die er één voor één inzetten. Dus eerst schrijf ik file toegevoegd. Ja, dat is nog niet genoeg om een volgende versie te hebben. Dus dan schrijf ik regel weg. Dat is ook nog niet genoeg om een volgende versie te hebben. Dan schrijf ik regel erbij. Oké, samen wordt dat mijn volgende versie. Dus op een bepaald ogenblik kan ik zeggen, die dingen die ik nu in potlood heb staan in mijn logboek, die wil ik definitief maken. En dat gaat dan gebeuren. En dan krijgen we ons bolletje erbij. Dus ik ga ze nu gedeeltelijk zwart maken. Maar ik ga het niet allemaal opnieuw uitschrijven. Dus ik ga op FRR schrijven in de plaats van alles wat er stond. Niet meer in het blauw. Maar in het zwart om aan te geven, dit is definitief. Dus dit is alsof ik het in onuitwisbare inkt in mijn logboek zet. Onuitwisbaar is een beetje overdreven, maar dat is meer geavanceerd. Eens ik dat gedaan heb, eens ik heb gezegd, nu is het definitief. Dus nu staat het in mijn project history, mijn geschiedenis van mijn project. Dan komt er een bolletje bij. Nu, je code, we zeggen dat die zich dus op verschillende plaatsen bevindt. Vooraleer we dit in ons logboek hadden gezet, die wijzigingen hier, dan stonden die in de zogenaamde working directory. En deze wijziging, die hebben we zelfs nooit aan Git verteld, we hebben nooit gezegd dat die heeft plaatsgevonden. Dat is een wijziging die alleen maar in de working directory heeft plaatsgevonden. Op een bepaald ogenblik hebben we dan bepaalde wijzigingen in ons logboek gezet, maar in potlood. En wat we in potlood hebben staan, van die wijzigingen, dus dat was daarstraks deze aanpassingen plus deze file, daarvan zeggen we, op die moment staan die in de working directory. En eens we wijzigingen verplaatsen van de working directory naar wat onze tijdlijn, dan zeggen we, ze staan nu in de project history, dus de geschiedenis van ons project. Onze tijdlijn bevat nu noodzakelijk alles wat er hier aanwezig is, want dit hier is alleen in de working directory blijven staan. Maar deze dingen zijn door de staging area gegaan. De staging area is eigenlijk een doorgangsfase, je moet daar altijd door. En zijn uiteindelijk in de project history terechtgekomen.